Gelukkig gefeliciteerd. Ja, eindelijk gelukt, ja. Eerste reactie? Huh? Nou, een beetje opgelucht, hè. Stel je voor dat het... Stel je voor dat het weer een mies was geworden. Dat wordt een beetje frustrerend, hè. Ja. Dus... Zo'n twee keer echt goed in een derde partij heb je hem tweede te zien. Ja. Had je hier twijfels? Op een gegeven moment? Nou, op het begin was het wel een beetje vervelend. Omdat hij natuurlijk een soort van vesting wist op te bouwen. En, ja, dat gaat het toch om, gezien die ervaring van de vorige keer, gaat het toch een beetje kribbelen weer. Ja. En dacht je ook aan gisteren misschien, wanneer je het ontzettend lang hebt geprobeerd en het niet lukte? Nou, maar gisteren was gewoon, de laatste uur was een beetje frustratie of zo, dat het niet lukte. Maar oké, achteraf bleek dus dat gisteren dat het ijsspel sowieso remise was. Dat was een lacune in mijn kennis, maar tijdens had ik me enorm ontevreden, maar achteraf gezien, oké, natuurlijk slecht dat ik liet afwikkelen naar het eindspel, maar uiteindelijk, oké, moet gewoon verder, hè. Ja. En hoe belangrijk is het dat het tegen Topalov is, een van de drie beste van de wereld? Nou, ik zal het even aan Kramnik vragen wat hij ervan vindt. Oké, dankjewel.